er helemaal niks van over gefilmd werkt, hè? Geloof ik. Dit ging even fout. Sorry. Stop maar even. Oh, het was nu. Wacht even. Je mag nu ook op de camera overtuigend doorgaan, hoor. Ik word nooit meer regisseur, acteur, hoor. Zal ik nog eens een keer het script uitleggen? Ja. Dus dan is het net alsof jij denkt, maar de mensen kunnen horen wat jij denkt, omdat we dat er achteraf bij zetten. Ja, maar ik bedoel, hier vraag ik het. Dat hoeft niet. Ja, dat heeft ze wel gedaan, dat is goed. Nee, het is maar waarom goed. Dit schrijf je eronder, hè? Dit doe je eronder. Of zegt zij dat? Nee, dat kunnen we wel in de voice-over doen, maar dan kunnen we straks... Boeken, heb jij dit gezegd? We kunnen overal teksten bijzetten en we kunnen ook overal de voice-over kunnen we doen. Hier bijvoorbeeld vraag jij ook niks. Hier vraag jij ook niks. Dan zegt oma, zeg gewoon, ik ski al 50 jaar en ik ben nog nooit gevallen. En dan denk jij, ze liegt. Je zegt het niet, maar je denkt het. Ze liegt. Maar is ook te moorden, maar dat kun je natuurlijk Ben, niet. Maar Ben, hoe weet ze dan als je dat erbij doet, dat zij dat denkt? Nou, misschien moet je dat aan mij overlaten, dan merk je dat vanzelf. Ja. Als de film in elkaar gezet wordt. Heb vertrouwen. En speelt mijn scène zich trouwens binnen of buiten? Alles is binnen. Alles binnen. Ja, we gaan niet in. Niet over na te denken welke jas je. Het wordt toch wel weer donker. Ja. Nee, je moet een beetje een leuk sjaaltje. En een grote camera om je nek natuurlijk. Twee, één, opname. Dit ging even fout. Sorry. Roepen. En je moet iets sneller gewoon, dan kom je daar en zeg... Je gaat eerst het lijk toe, je gaat niet dat ding doen. Je gaat eerst kijken of ze dood is. Tik je even op de neus. Nee, niks doen, want... Anders moet je lachen. Mag ik op mijn zij liggen? Je mag voor mij een keer beneden komen, hoor. Oké, Charlie, ga even liggen als een lijk. 3, 2, 1 en dan mag ik... Ja, oké, ja, is goed. Ik beken. Neem me mee. Pap. Het statief moet erbij, Ben. Oh. Over! Looper! Als ik alleen ben, kan ik Looper. Toch niet... Ja, nu moet je kan toch even pakken? Voor je loodgaat. Sorry, maar ik was vergeten. Oké. We beginnen toch niet helemaal opnieuw. Oh, sorry. Ik moet alleen maar een beeld van het lijk hebben. Ja, oké. Okay, moet je geen arg roepen, Ben? Zal ik nog eens een keer het script uitleggen? Ja. Het arg, dat kan ik al sowieso niet met zo'n ding op mijn hoofd. Dat roep ik terwijl je een close-up hebt van Wolken. Die had je al gemaakt. Het enige wat je moest nog hebben was een plaatje van het lijk. Oké, goed. Ja, daar heeft er helemaal niks van over film werkt, hè? Geloof ik. Ik word nooit meer regisseur-acteur. Ja. Oké. Oh, het was nu. Wacht even. Je mag nu ook op de camera overtuigend doodgaan, hoor. Ik ga er even overtuigend dood. Doe maar. Ja? Oké, dan moet ik als je hebt achter ons zitten lachen. Dan kunnen we die opname niet gebruiken. Gewoon overnieuw. Iedereen stil. Oma gaat nog stil. Nee, overnieuw. Helemaal overnieuw. Nee, Charlie, hou je mond. Stop maar even. Als jij beeld spreekt, doe ik het niet, Wolker. En daar zit de crew. Nee, dat de crew met de lamp. Dat doen we niet in de Want dan denk je niet. Zing, tijdens fotograaf. Ja, een stilte, Sina. Oké, camera loopt. Dat kom voor tafel acteren was, zo in je bed. Ja. Ik zei dat het een Shakespeareans drama was. Iedereen gaat door, tenslotte. Ja, de bloed. We plakken er nog ook wel op. Kijk, de bloed erbij. Ja. Bloeper, dat is geen bloed. Ja, ketchup bedoel ik. Goed zo.